Hey, hallo iedereen. We hebben elkaar een tijdje niet gezien. Het was een beetje moeilijk om te bedenken hoe ik het zou gaan doen. Maar ik heb een manier gevonden dat ik het toch een beetje met jullie kan doen. Fijn dat jullie er weer zijn bij de gitaarles. We gaan eerst even alle oude akkoorden doorspelen. Kijk naar deze hand, hè, waar ik hoe we slaan. Kijk gewoon goed naar de vingers, je weet het nog. 1, 2, 3 en 4. Hè? Dat zijn de vingers. Oké, we beginnen met de E mineur. Weet je nog? Je tweede vinger op de tweede snaar, tweede fret. En je derde vinger op de derde snaar, tweede fret. En dan doen we hem even een paar keer achter elkaar. En dan wisselen we naar de A7, weet je nog? Dat was de tweede vinger op de derde snaar, tweede fret. En de derde vinger op de vijfde snaar, tweede fret. En die klonk zo. Ja, hebben we dat nog? Gaan we ze even afwisselen. Vier keer de E mineur en vier keer de A7. Een paar keer op en neer. Doe maar mee. 1, 2, 3 en 1. Vier, wissel, 1, 2, 3, 4 en E mineur, 2, 3 en dan de A7 en 1, 2, 3, wissel terug, E mineur, A7 en nog een keer E mineur en A7 en weer terug naar de E. Oké. Die hebben we. Even nog een andere akkoorden die we in de afgelopen tijd hebben geleerd. De D. Weet je nog? Eerste vinger op de derde snaar. Of op de vierde snaar, tweede fret. Tweede vinger op de zesde snaar, tweede fret. En de derde vinger op de vijfde snaar, derde fret. Ik noemde het altijd een driehoekje. Zie je hem? 1, 2, 3. En pas op dat je alleen de bovenste vier snaren, dus de dunste vier snaren, dat je die aanslaat. Dus niet zo, klinkt je niet zo mooi, zo. Doe even vier keer vier achter elkaar. 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 4, 2. Controleer even met je duim of je alle snaren goed hebt. Begin je op de D-snaar. En ze moeten allemaal mooi klinken. Oefen maar even. Ja. Deze deden we ook met de A7 samen. Hè? En dan voor de slimmerikken. Weet je nog, kijk goed naar mijn vingers. Deze, de derde vinger, kan gewoon blijven op de snaar blijven. Die hoeft alleen maar steeds te glijden. Tam, tam. Oefen maar even rustig. Tam, tam. Tam, 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 tam. Oké, nu doen we hem vier keer D, vier keer A7. 1, 2, 3 en. 1, 2, 3, A7. 4 en D, 2, 3, 4, 1, A7, 1, 2, 3, weer de D, 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 A7, nog een keer D, A7, en de D. Oké, heel goed. Dan hadden we nog een akkoord, de G. Weet je nog hoe die ging? Let goed op. Eerste vinger op de tweede snaar, tweede fret. Tweede vinger op de eerste snaar, derde fret. En je pinky pinky, de vierde. Of je mag ook deze doen, welke je het lekkerst vindt. Ik doe het liefst de pinky op de zesde snaar, derde fret. Heel mooi akkoord kregen we dan.
Probeer hem er even goed uit en luister weer goed of alle snaren goed klinken. Ja. En die gaan we combineren met de E mineur. Weet je nog? Die hebben we al gedaan, hè? G. E mineur. Oefen maar. Doe maar mee. G. 2. 3. En dan kan je wisselen. E mineur. 2. Doe me even heel eenvoudig. Doe maar mee. G. 2. 3. 4 en E mineur. 1, 2, 3, 4. Weer de G. 2, 3, 4 en G. 2, 3, nog één keer. G, 2, 3 en E mineur. 2, 3 en... Wacht, oké. Okay. Even je hand een beetje laten wapperen. Want anders krijg je gewoon pijn in je vingers. Je bent natuurlijk niet meer zo getraind als altijd. Hè? Je vingers zijn weer helemaal zacht geworden. Dus probeer gewoon even lekker te ontspannen. Natuurlijk altijd zoals het zeer doet. Kan je nog heel even doorgaan. En daarna ga je gewoon even ontspannen. Gewoon even die vingers weer... Okay. Doen we even een simpel liedje. De taal van de straat. Ik zing hem. Maar je kan hem natuurlijk ook zelf meezingen, want jullie kennen hem nu al zo goed. Het is gewoon alleen de E mineur en de A7. Super makkelijk. Misschien denk je, hoe, veel te makkelijk. Maar we gaan gewoon beginnen met simpele dingen. Komt alles weer op gang. Je hebt een paar weken niet gespeeld. Komt allemaal weer terug. Zodat je gewoon weer straks gewoon lekker gitaar kan spelen. Komt-ie. Let op. Doen we. Beginnen we met de E mineur. En we hadden dit slagje, weet je nog? Dat was 1, 2, A. Iedereen spreekt zijn eigen taal. Overal hoor je een ander verhaal. Telkens weer met een ander woord. Die heb je dan weer van hem gehoord. Gaan we wisselen. We doen niet rustig aan, maar we gaan even chillen. Het is nu pauze, dus dat is wel relaxed. Als je het cool vindt, dan is het ook flex. We zeggen geen doei, maar we zeggen later. We doen het nog een keertje. En iedereen spreekt zijn eigen taal. Overal hoor je een ander verhaal. Telkens weer met een ander woord. Die heb je dan weer van hem. Gaan we wisselen. Maar wel dan toe erg. Kruif zegt logisch, maar dat is dan weer duur. Je hebt goede fatu of je hebt het niet. We zeggen geen doei, maar we zeggen later. En dan terug naar de E-mineur. 1, 2, ha! Zo. Oké. Dan hebben we nog het liedje in G. Met de G. En de E mineur. Ga ik het even spelen. We spelen dus steeds G, E mineur, G, E mineur, G, E mineur en dan D, D, D. Probeer weer maar mee te doen. G, E mineur, G, E mineur, G. E mineur dan de D. D, D, D. Nog één keer. G, E mineur. G, E mineur. G, E mineur dan de D. D, D, D. En de G. En weet u nog hoe we dat speelden? Het was 3, 7, 3, 7, 3, 7, 10, 8, 7, 5, 3.
Weet je nog met de stipjes? Hopelijk dat je het zo kan zien. 3, 7, 3, 7, 10, 8, 7, 5, 3. Oké, ik zal nog één keer meepraten en dan speel ik de akkoorden en dan kan je zelf het solootje spelen. Komt ie. 1, 2, 3 en 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7,
de volgende keer. Ciao.